niet meer alleen over hij en zij, maar over hij, zij en die. En dat zijn hele kleine dingen waar ik heel erg mee bezig ben om dat eigenlijk zo normaal mogelijk te maken. Een aankondiging in een programma dat ik maak is niet meer dames en heren, maar dames en heren en iedereen daartussenin of die zich anders identificeert. En mijn hoofdrol is eigenlijk voor mijzelf is heel goed luisteren naar iedereen die daar baat bij heeft. En ik ben hetero, of in ieder geval so far denk ik dat. En ik denk dat het goed is als ik me dan druk maak over deze zaken, dat ik heel goed weet wat er speelt en heel goed de juiste mensen aan het woord laat en heel goed mijn plek ook ken daarin. Ik ging ooit naar televisiergala in een jumpsuit met een tasje en hakken, maar dat had voor mij niks te maken met homoseksualiteit. Dat ging eigenlijk heel erg over mezelf. Ik als man kan wat mij betreft prima op hakken lopen, omdat ik het er heel fantastisch uitzien. Ik vind zien. Voor mij is dat niet iets wat gerelateerd is aan geaardheid en al eigenlijk ook helemaal niet aan, aan gender of geslacht, zeg maar. Dus dat zijn voor mij verschillende dingen. Sinds 20 jaar mag iedereen trouwen in Nederland. Nou, daar doen we nog steeds hoera en hoezee over. Maar het is bij lange na nog niet veilig voor iedereen om te zijn wie diegene is. En ik hoop dat we onszelf vaker in de spiegel aankijken en niet te vroeg juichen. En erkennen dat er nog heel veel te winnen valt en daar heel erg veel werk van maken. En waar ik mijn rol kan spelen, doe ik dat met alle liefde. Ja, en om de award uit te reiken is hier Monica. Welkom ook. En uiteraard ook een warm welkom aan Tim. En ik vind dat er eigenlijk wel geapplaudisseerd mag worden. Als... Ja, kijk. Fijn dat jullie er zijn. Monica, ik begin bij jou. Je bent directeur van Handa en directeur organisatie Miss Nederland. Jawel. En je bent ook echt een ally, dus een bondgenoot van de community. Hoe belangrijk is dat voor jou om een bondgenoot te zijn? Ik ben graag een bondgenoot van de mens. En het maakt me niet uit of het van A tot Z is of in welke kleur het dan ook heeft. Mm-hmm. Ik hou van mensen. En ik ben daarom ook heel trots dat ik deze prijs mag uitreiken aan deze jongeman. In uw ogen dus een meer dan terechte... Voor mij een absolute terechte. Ik denk ook dat hij van mensen houdt. Ja. En het mag Wink heten, het mag Diversity heten. Ik heb het gewoon over mensen altijd. Ja, je hebt je vaak uitgesproken over dat we niet zo in hokjes moeten denken. En je hebt ook wel eens in een Volkswagen Magazine interview gezegd dat je het ook wel eens leuk vond om met een jongen te zoenen. En toen zei je dat je dat ergens ook wel ongemakkelijk vond, omdat jij ergens gevoelde dat jij er makkelijker mee weg kon komen dan misschien iemand die uit de LHBTI... Ja, 100%. Kijk, wat ik daar al zei net in dat filmpje, ik neem ook ruimte in. Witte, gezonde, hetero man. En ik probeer daar heel erg gepast mee om te gaan. Ik snap mijn plek, ik snap mijn privileges. En ik probeer daar wel ruimte te maken waar moet. En waar kan, maar eerder waar moet. En te kijken hoe ik daar binnen manoeuvreer. Daarom vind ik dit... Ik vind het even leuk als dat ik het eigenlijk ingewikkeld vind. Maar ik vind het toch belangrijk om hier te zijn. Want het is voor mij ook weer een reden om dat even van de daak te schreeuwen. Er is nog veel werk te verzetten. En iets anders wat jij ook, waar je ook voor in hebt gezet... is het woord homo als scheldwoord eigenlijk. Dat je daar eigenlijk tegen aggregeert. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk om het juist... Want je hebt heel veel jongeren... volgers. Ja, waarom? Kijk, weet je, als het gaat om taalgebruik, hè, hebben we het vaak over wat kwetst nou en niet. Als je homo gebruikt in een negatieve connotatie, is dat niet alleen kwetsend, dat werkt ook in het voordeel van een onderdrukkend construct. Dat is het verschil tussen schelden met kanker, dat is heel erg kwetsend, wordt niemand extra ziek van, en racistische slur bijvoorbeeld. Dat is kwetsend en dat werkt onderdrukkend. En ik denk dat het goed is dat we daar heel ver afstand van nemen. Dat we dat niet moeten doen. En daarom heb ik zo'n aversie naar homo als... ik vind scheldwoord een gek woord eigenlijk, omdat het eigenlijk geen belediging is. Als iemand tegen mij zegt, ik voel me daar niet beledigd door. Mensen hebben vaak wel de intentie om daar iemand mee te beledigen. Nou, ik denk dat je daar heel strak op moet zijn. Dan, in ieder geval, doe ik. Ja.